Een dodelijk ongeluk, brand en heel veel mist in de nacht van oud op nieuw. Oosterhesselen proost massaal samen op het nieuwe jaar. En bibberend in het water beginnen aan 2020. De driejarige peuter uit Utrecht die op 18 december in het water bij Ubbena is gevonden, is gisteravond overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De vader van het jongetje, een 39-jarige man uit Utrecht, wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag. Hij was betrokken bij het te water raken van zijn zoon en zit vast. Het OM doet verder geen mededelingen over het lopende onderzoek. De jaarwisseling is in Drenthe relatief rustig verlopen. Grote incidenten deden zich niet voor. Wel waren er veel verkeersongevallen door de dichte mist, waarvan één met dodelijke afloop. Nou, het was op zich een rustige nacht, maar het weer heeft natuurlijk wel parten gespeeld. Ja, want dichte mist. Er was sprake van dichte mist en er hebben ook wel ongelukken plaatsgevonden, waaronder ook met een dodelijk slachtoffer. En hoe zit het met het aantal vuurwerkslachtoffers? Er zijn op dit moment geen meldingen bekend van vuurwerkslachtoffers in Drenthe. En natuurlijk geweld tegen hulpverleners, tegen de politie, schieten met vuurwerk richten. Daar zijn ook de laatste jaren veel klachten over. Hoe is dat gegaan? Ja, ook dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ook op dit moment zijn er geen meldingen bekend. Ja, en daar zijn we hartstikke blij mee, want inderdaad, het is een belangrijk thema voor ons. En we vinden het hartstikke belangrijk dat mensen gewoon veilig naar hun werk kunnen, veilig hun werk kunnen doen en veilig weer naar huis kunnen. In Geesbrug voerde de ME vorig jaar charges uit. Ook daar is het dit jaar rustig gebleven. Ja, eigenlijk het beeld in de hele provincie. Er zijn wel wat opstootjes geweest, maar geen hele grote incidenten. Wel brandde een deel af van de Juliana van Stolberg school in Hogeveen. De buurt vindt dat diep treurig. Nou, ik vind het niet fijn. Nee, het doet je wel even wat hoor, als de kinderen daar naar school geweest zijn. Ja, dat vind ik, ik vind het triest hè, dat het zo moet gebeuren. Ja, maar hoe? Ja, dat moet je dus afwachten hè. Heel erg jammer. Ja, want je gaat graag hier naar school. Jawel. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Er wordt onderzoek nagedaan. We houden wel rekening met brandstichting. Maar het onderzoek zal moeten uitwijzen of dat inderdaad zo is. Verwacht u ook aanhoudingen? Als we daar verdachten bij kunnen brengen, dan gaan we ook aanhoudingen doen. Ja. Nu in de buurt zeggen mensen wel dat daar wel met vuurwerk gericht op die school is geschoten. Ja, nou ook dat zal onderdeel zijn van het onderzoek. En we roepen getuigen dan ook op om zich te melden, hè, zodat wij ze kunnen horen wat zij te zeggen hebben en dat mee kunnen nemen in ons onderzoek. Mensen hebben ons verteld dat er ook al kleine brandjes eerder in de week rond de school waren en ook rondhangende jongeren. Mm-hmm. Nou, als mensen dat hebben gezien, dan willen we heel graag dat ze dat melden bij de politie als ze dat nog niet hebben gedaan, want dan kunnen we dat meenemen in ons onderzoek. Ga je gewoon weer naar school, denk je? Maandag? Weet ik niet. Ja, nee. In ieder geval één lokaal is onbruikbaar. De school kijkt samen met de gemeente of de lessen op maandag 6 januari gewoon door kunnen gaan. Meerdere ongelukken dus in de dichte mist van afgelopen nacht. In Nieuw-Amsterdam kwam daarbij een 69-jarige vrouw om het leven. Zij belandde met haar auto in de verlengde Hogeveense Vaart. Dat gebeurde langs de Vaart Zuidzijde. Hulpdiensten konden de vrouw nog uit het water halen, maar redding kwam voor haar te laat. In dezelfde plaats reed een 24-jarige emmenaar afgelopen nacht tegen een boom. Hij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. We hebben gezamenlijk vuurwerk ingekocht en dat is nou de tijd voor hem af te steken. Dat is niet de eerste keer, hè? Nee, dit doen we al 30 jaar. 30 jaar gaan we hier al gezamenlijk vuurwerk afsteken. Het houdt het mooi rustig in het dorp. Een mooie nieuwjaar, 2020! Hey. Hebben jullie allemaal aan? Hey, we zijn heel gelukkig nieuwjaar. Nou, dit is wel zo speciaal en zo bijzonder. Dus, ja, wat maakt het zo bijzonder voor u? Dat het hele dorp hier naartoe komt en dat we met z'n allen naar het vuurwerk kijken. Het
vuurwerkblije zone, zo kun je het wel noemen, ja. Nou, alles wordt netjes afgezet qua veiligheid. Iedereen houdt zich netjes aan de regels, dus iedereen bleef netjes achter de linten en achter de omheining. Zodoende kunnen we veilig al het vuurwerk afsteken. En dat is het. Trekt het veel volk? Ik denk dat we hier vanavond ongeveer 1500, ja, goed 1500 man hebben staan te kijken. Hoe was het dit jaar? Geweldig, een beetje mistig, maar zoals ieder jaar fantastisch. U laat zich niet alweer houden, nee, door absoluut niet, absoluut niet. Nee, het hele dorp komt samen, dat is helemaal prachtig. Het feest is er niet minder op? Nee, absoluut niet. Nee. Des te gezelliger, toch? Ja. Beetje sfeervol zo. Ik vind het juist natuurlijk echt geweldig, omdat natuurlijk iedereen bij elkaar komt en je ziet iedereen. Het is zo gezellig allemaal. En het helpt een beetje met het vuurwerk een beetje tegenhouden, met de rest. Want is het zo? Ik vind het van wel. Ik vind het veel erger als je niet zo gezamenlijk vuurwerk hebt. Want dan vindt mensen wat minder reden om direct te gaan vuurwerk zelf te kopen. Omdat je natuurlijk hier een heel mooie show hebt. Dus ik vind dat daar heel mooi. Is het nou een voorbeeld waarvan je zegt, van, nou, dat zouden ze overal moeten doen? Ik denk het wel. Ik denk dat het een stuk rustiger wordt. Je hebt geen trammeland meer op de straat. Er wordt weinig vernield. Gewoon zo goed als niet. Dat is het leuke ervan. Gelukkig nieuwjaar! In Assen staan zo'n 200 mensen te popelen om het nieuwe jaar met een frisse duik in de Baggeluizen Plas te beginnen. Maar wat verleidt mensen nou toch om dat koude water in te springen? Dat vraag ik me ook af. Ik heb een hele bewogen 2019 achter de rug en voor mij is dit een mooie nieuwe start voor een nieuw jaar. Hoe mooi kun je beginnen door dit te doen en een goed doel te steunen? Dit jaar gaat al het geld dat wordt opgebracht naar Stichting Kika voor onderzoek. Daar bleef het niet alleen bij. Sommige deelnemers gaan geheel in stijl te water. Nou ja, Kika is, zien wij als clowns. Kinderen moeten vermaakt worden. Nou ja, en Kika, één goede combinatie. Maar terwijl ze zich bij de Baggeluizse Plas opmaken voor die ene koude duik, houdt een tiental mensen zich een paar honderd meter verder op warm door middel van sport. Nou, een mooi begin van 2020 kan je niet bedenken, toch? Ja, een goed begin van het nieuwe jaar natuurlijk. En met onze bootcampclub is altijd gezellig. En die oliebollen er even weer aftrainen. Hè? Je hebt natuurlijk een leuke vakantie achter de rug met veel eten, drinken en gezelligheid. Dus dat moet er allemaal ook weer af, als het ware. Dus je moet gewoon zorgen dat je fit blijft. Dus we beginnen gewoon met een normale basic training. Met cardio, kracht en stabiliteit. 10 push-ups, 10 sit-ups, 10 squats en 10 lunges. Toch komt het goede voornemen om meer te sporten op vele lijstjes weer terug. Maar hoe houd je dat nou eigenlijk vol? Trainen met een leuke groep mensen. Dat bedoel ik, hè, de bootcampclub. Zijn er veel vaste leden. Er komen ook steeds meer mensen bij. En die worden ook leuk opgenomen. Het is gewoon een hele leuke groep. En dat motiveert ook om met elkaar te gaan trainen. Gewoon doen. Gewoon doen. Niet te moeilijk doen. Je moet het gewoon doen. Ik heb ook wel eens momenten, dan hebben we bijvoorbeeld 's avonds een training en dan heb je lekker gegeten. Dan denk je, oh, ik moet afwassen doen en ik moet ook nog sporten. Ik heb helemaal geen zin, maar elke keer als ik dan toch gegaan ben, dan heb ik nooit spijt. Dan is het gewoon heerlijk dat je gegaan bent. Dus gewoon doen, zou ik zeggen. Bij de Baggeluizse Plas is het bijna tijd om het koude water in te gaan. Ik heb nog nooit eerder meegedaan. En ik heb besloten dat ik het warm ga hebben vandaag, dus ik hoop dat goed komt. Er staat er net geen laagje ijs op, dus het zal tegen de 0 graden zijn dan. Ja, hoe gaat u zich warm houden? Nou, dat lijkt me niet mogelijk. Niet over nadenken. Gewoon gaan en gewoon lol houden. Dat is het belangrijkste wat er is. 1, 2, 3. En zo heeft 2020 toch echt een frisse start. Ja, lekker eigenlijk. Het viel me eigenlijk wel een beetje mee. Ja. Absoluut. Ja. Het begin van het nieuwe jaar. Zeker weten. Goed voor de katen. En alles voor het goede doel. En dan het weer. Het is komende nacht opnieuw mistig met 100 tot 200 meter zicht. Het kwik zakt tot rond het vriespunt en het kan glad worden. In de loop van morgenochtend lost de mist op. Het wordt dan ongeveer 5 graden bij een matige zuidwestenwind. Vrijdag is het bewolkt. De temperatuur loopt dan op tot rond 9 graden. En zaterdag is er kans op wat regen, maar in de middag laat de zon zich ook zien. Zondag is het droog bij 6 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover Drenthe Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.